beginnen dit dagoverzicht met het beeld van een groepje PSV'ers dat op een hoogte van ongeveer 2000 meter uitkijkt over de Zwitserse Alpen en wacht op ploeggenoten die nog op de fiets zitten. Straks meer daarover, eerst het belangrijkste, namelijk voetbal. Want er stond gewoon een training ingepland. Alleen Jurgen Locadia bleef met liesklachten achter in het hotel. De rest werkte diverse oefeningen af, met aan het eind ook nog tijd voor het populaire voetbaltennis. De afwerkoefeningen leverden fraaie doelpunten op, zoals deze van Andres Guardado. Met de bijbehorende juich. En dat betekent ook werk aan de winkel voor de keepers. Jeroen Zoet kon heerlijk zweven door zijn doelgebied. Ja, klopt. Veel variatie in de trainingen, dat is lekker. Dat je vaak andere dingen doet. Het is wel fijn samenwerken zo. En dan het voetbaltennis. 3-3. En de trainer die zag uiteindelijk dat het goed was. En hij zag ook dat de winnaars zich traditioneel lieten fotograferen. In dit geval het trio De Jong, Paulsen, Lundqvist. En dat de Running Man Dance is geland in de kleedkamer van PSV. Tot slot het zwaarste onderdeel van de dag. Het klimmen op een mountainbike en dan naar boven fietsen. Prachtige beelden en een topprestatie. Tot zover het overzicht van vandaag. Morgen dan zijn we er weer. Bedankt voor het kijken en graag tot ziens.